De oefening faculteit is een oefening op iteratie opnieuw. En de bedoeling is dat je faculteit berekent. Faculteit is een beest uit de wiskunde. En kort gezegd, als we 5 faculteiten moeten berekenen, betekent dat dat we alle getallen van 5 tot 1 met elkaar vermenigvuldigen. Dus dit is eigenlijk 5 faculteiten. We weten eigenlijk ook dat de laatste vermenigvuldiging met 1 eigenlijk weinig zin heeft, dat we die eigenlijk niet hoeven doen als we het programma een klein beetje efficiënter willen maken. Dus, we lezen een getal in. Een geheel getal, by the way, wordt in de opgave ook gezegd. En dan is de vraag hoe dat wij dit kunnen gaan bouwen. Wel, dat is niet zo'n makkelijke oefening om meteen in te zien. En als je niet meteen inziet hoe je herhaling kunt definiëren, dan mag je eigenlijk gerust het volgende doen, dan doe je stap voor stap na elkaar wat jij eigenlijk wil gaan herhalen, tot de herhaling voor jou duidelijk wordt. Wat we dus nodig hebben is de faculteit van een getal, en die faculteit van een getal, goed, ik ga dat hier in de variabele fax tekenen, zou kunnen zijn dat we beginnen met het getal zelf. Goed, want ik herinner u, als we 5 faculteiten moeten berekenen, dan moeten we 5 maal 4 maal 3 maal 2 doen. Dus de faculteit starten we met dat getal, of het product zou je kunnen zeggen. Ook een naam. Goed. Product is eigenlijk wat je krijgt als je vermenigvuldigt. Net zoals dat je som hebt als je gaat optellen. Okay. Ik ga hem hier vak noemen, van faculteit. En dan moet je eigenlijk wat doen achtereenvolgens. Dan moet je zeggen, vak, dat wordt ook wat. Vak, maal, het algemeen. Aangezien vak al getal was, heb je nu, dat eigenlijk als die als het getal 5 was, dan heb je, doe je nu 5 maal, eentje minder, maal 4. Dus dan heb je eigenlijk hier al 5 maal 4. Dus als dit 5 was, dan ben je nu 5 maal 4 aan het doen. 5 maal 4. Goed. En zo kunnen we verder gaan. Want als je dit vermenigvuldigt met het getal min 2 enzovoort, dan doe je eigenlijk nu al 5 maal 4 maal 3, want die 5 maal 4 zit al in vak. En nu gaan we vak vermenigvuldigen met getal min 2, getal is 5, dus getal min 2 is 3. Dit gaat nergens heen, want het probleem is dat je hier herhaling hebt, dat je eigenlijk niet kunt afdwingen, omdat we niet weten hoe lang dit zal doorgaan. Dit gaat door, ja, dus totdat eigenlijk, totdat je aan 1 zit, dus totdat je getal aftrekt van zichzelf bijna. Hoe moeten we dit anders aanpakken? Wel, dit kun je een klein beetje anders schrijven door te zeggen, tussen deze stappen heb ik eigenlijk getal niet meer nodig. En ik kan dus eigenlijk wat gaan doen? Als ik getal heb veiliggesteld in vak, dan kan ik zeggen getal wordt getal min 1. En dan kan ik hier gewoon met getal vermenigvuldigen. Want getal is dan hier 4 geworden. En dan zit ik eigenlijk hier 5. Maal 4 te doen, want vak is 5 en getal dat is ondertussen verlaagd naar 4. Dit kunnen we nog eens doen, want nu hebben we opnieuw die 4 niet meer nodig, dus zeggen we getal gaat weer eentje lager. En we vermenigvuldigen opnieuw met getal. En nu wordt de herhaling plotseling heel hard duidelijk, dus getal wordt nu 3 en vak was al 5 maal 4. En daar doen we nu nogmaals 3 bij. En nu wordt de herhaling heel hard duidelijk. Zie je dat? Dit wordt eigenlijk iedere keer herhaald. Dus eigenlijk wat we kunnen zeggen is, we gaan dit in een while stop. We gaan dit in een while stop. Zo. We weten nog helemaal niet wanneer dat moet stoppen. Maar in elk geval, dit moet hij telkens herhalen. En ik hoef die herhaling niet te schrijven. Ik laat het dan Python over. Goed, commentaar even weghalen, want dat was om te duiden in het getalvoorbeeldje. Wanneer moet dit stoppen? Wel, vraag je af, als getal 1 wordt, dan zit je hier getal min 1 te doen, dat wordt 0. Als je dit vermenigvuldigt met vak, dan wordt vak gewoon 0. 0 is opslurpend element voor de vermenigvuldiging, dus dat komt nooit goed. Dus getal mag eigenlijk nooit 1 zijn. Dus moet getal, gaan we door, zolang getal groter is dan 1. Als het al gelijk wordt aan 1,
dan stopt de wireless en gaan we hier verder. Want als het niet zo zou zijn, dus als je bij 1 zou verder doen, dan krijg je 0, doet je maal 0 en is alles om zeep. Als het getal 2 is, dan krijg je hier dat getal 1 wordt. En eigenlijk is zelfs dat niet nodig, want maal 1 doen hoeft niet. Dus eigenlijk kun je het een klein beetje optimaliseren door dit te gaan doen. Getal groter dan 2. Maar als het getal gelijk is aan 2, dan wordt het getal hier eerst 1. En dan gaat je maal 1 vermenigvuldigen en dit hoeft niet. We kunnen eens gaan kijken op dit moment als dit al tot iets leidt. Ik ga eens die faculteit afdrukken. En geen nieuwe lijn. Let's find out. 6 faculteit, daarvan weet ik dat het 720 is. En daar hebben we hem. Ja. Ziet er goed uit. Bijkomend punt in de opgave is, als het getal negatief of 0 is, dan mag je geen faculteit beginnen berekenen. Trouwens, we kunnen eens proberen wat dat doet als je 0 heeft. Dan krijg je 0. En als je negatief getallen heeft. Dus ik heb gezegd, nooit programmeren voor de speciale gevallen. Eerst altijd voor de normale gevallen. En dan kun je kijken wat het gedrag is van je programma in de speciale gevallen. Min 5 doet hij niks. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, achteraf, als hier blijkt dat mijn faculteit gelijk is aan mijn getal, dan druk ik eigenlijk 1 af en niet mijn faculteit. Dus een simpele oplossing zou zijn, als getal want het getal is dus niet veranderd. Als je een negatief getal hebt, of 0, dan kan dat niet groter zijn dan 2 en gaat hij onmiddellijk uit die lus. Dus zou je eigenlijk dit kunnen zeggen, als het getal gelijk is aan vak, dus je stelt het in het begin gelijk, maar dan gaat die vak afdrijven van dat getal. Dus helemaal niet meer hetzelfde. Die vak wordt steeds maar groter en het getal steeds maar kleiner. Maar als die lus nooit wordt uitgevoerd, dan kan dat alleen maar doordat dat getal 1 of minder is. Wel, als het getal 1 is, dan gaat hij hier checken als die vak en het getal gelijk zijn. Maar die vak en het getal zijn gelijk, dus doet het er niet toe wat dat hij afdrukt. Hij kan direct 1 afdrukken, zoals gevraagd wordt in de opgave. Dus bij negatieve getallen of 0 moet je een 1 afdrukken. En in het andere geval drukt je die faculteit af. Goed. Dus, samengevat, als dit getal negatief of 0 is, dan zal die faculteit dat ook worden. Maar dan kan dat hier nooit groter zijn dan 2, gaat hij dus die while niet uitvoeren. En dan kijkt hij, als dat getal en die faculteit nog altijd gelijk is, met andere woorden, zoals dat je het vooraf hebt gezegd, dan drukt je gewoon 1 af. Anders drukt je de faculteit af. We gaan even kijken als dat werkt. Min 6 geeft mij 1, inderdaad. 0 geeft mij 1. En dan gaan we het speciaal geval 1 ook een keer checken. Maar ik denk dat het ook zou moeten werken. Ziezo. En alle andere gevallen, bijvoorbeeld een 6, geeft mij 720. Dus deze oefening is af. Is deze oefening leesbaar? Toch wel. Het had erger gekund als je bijvoorbeeld had gezegd, ik ga hiervoor al kijken. Als het getal 1 is, dan ga ik iets speciaals doen. Dus dan heb je mensen die bijvoorbeeld dit doen. Dit. En dan zeggen, oké, alleen maar in die else moet ik dit gaan doen. Ja. Dus je hebt mensen die dit doen. Dit werkt ook, maar dat is een stuk minder leesbaar, omdat de hoofdmoot van uw programma eigenlijk in die else bengelt. Ja. Nog een andere manier is, eventjes terugkeren op mijn stappen. Nog een andere manier is dat we eigenlijk dit doen. Dus ik neem deze terug mee naar beneden. Zo. Ik neem deze terug mee naar beneden en ik doe dit. Dus mijn programma werkt normaal gezien nog. Eventjes vlug testen. Ja. Ja. Wat hij nog kunt doen is zeggen, ik ga niet van getal
naar inlopen. Dus niet mijn faculteit schrijven als, of berekenen als 5 x 4 x 3 x 2 x 1, maar net het omgekeerde doen en beginnen bij 1. Dus 1 x 2 x 3 x 4 x tot 5. Ik ga dat nog eventjes aangeven, hoe je dat kunt schrijven. Maar in principe zou ik geneigd zijn om hier al te stoppen. Het enige kleine kantje van onduidelijkheid zou dit kunnen zijn. Ja. Van waarom vergelijk je het al met vak om dit te kunnen schrijven? Je zou kunnen zeggen, ik ga er wat commentaar bij zetten, maar we gaan in de toekomst zien dat daar iets beters voor bestaat, dat we hier eigenlijk een functie van zouden kunnen maken, die functie een naam geven, die dan duidelijk zegt, als er een negatief getal of 0 was bijvoorbeeld, dan printen we 1. Wat je ook kunt doen, en dat is nu die laatste versie, dat is zeggen, ik ga die faculteit op 1 instellen, en dan ga ik met een teller lopen tot een getal. Goed, dus... ik ga daarvoor i nemen bijvoorbeeld, bij gebrek aan inspiratie. Als je niet onmiddellijk een goede naam vindt, dan kunt u eventjes permitteren om een i of zoiets te nemen. Later in het programma kan het duidelijk worden wat dat een goede naam is. Factor zou bijvoorbeeld een goede naam zijn, omdat dat juist een stuk van een product is. Dus het zijn factoren dat je vermenigvuldigt, net zoals dat de termen zijn dat je optelt. Maar goed. Niks zegt dat het een duidelijker naam is, want dat is eigenlijk een wiskundig begrip en niet iedereen hoeft dat te begrijpen of te kennen. Dus ik ga die i laten beginnen bij 2. Goed. Omdat ik vanaf 2 ga beginnen vermenigvuldigen. Die 1 hoef ik niet erbij te gooien, omdat mijn faculteit al is ingesteld op 1. Nu ga ik zeggen, zolang, dat zal niet meer kloppen. En ik ga wat doen? Ik ga nu mijn i verhogen met eentje. Dus i gaat van 1 tot hopelijk getal. Maar voordat ik dat doe, mag ik dat al bij mijn faculteit gooien. Dus mijn faculteit, die 1 is, wordt nu 1 maal 2. Want i is 2. En dan ga ik i verhogen naar 3. Hup, en als de while terugkeert en doorgaat, dan gaat hij nu maal 3 doen. I wordt 4. Hij gaat maal 4 doen. Ja. I wordt 5. Hij gaat maal 5 doen. Enzovoort. Wanneer moet dit stoppen? Wel, laat ons even kijken. Als we schrijven dat i, dat dit moet doorgaan zolang i kleiner is dan getal bijvoorbeeld. Klopt dat dan? Als uw getal bijvoorbeeld 6 is, dan gaat je als dit 5 is, nog altijd maal 5 doen. Dan gaat je hier een 6 van maken. Maar 6 is niet meer kleiner dan getal en dat zou je dan niet meer doen. Dus, het moet kleiner of gelijk aan zijn. Hou ermee rekening dat als dus i 6 is... dat dat gelijk is aan getal dat hij die 6 nog bij dat product gooit, maar dat een i eigenlijk verhoogt naar 7. Dus dan moet je zeer goed opletten met na de lust niet meer u te beroepen op de waarde van i, want die staat eigenlijk al te ver. Die staat al op getal plus 1 eigenlijk. Dus 1 meer dan getal. We kunnen dan eens kijken als dit werkt. Maar om eventjes af te ronden, het zou dus moeten volstaan dat je dan dit doet. Want als mijn getal negatief of 0 is, gaan we eens kijken, dan zou... hier een positief getal zijn de 2 nooit kleiner kunnen zijn dan een negatief getal of 0, dus die les zal nooit uitgevoerd worden en vak wordt gewoon afgedrukt wat 1 is. Dus je ziet dat je een klein beetje minder code hebt, maar het programma wordt misschien niet makkelijker, alhoewel ik denk dat het duidelijker is dan de vorige versie. Ik ga de vorige versie nog eens tevoorschijn over dan, maar hem eerst eens runnen om te kijken als dat werkt. 720 min whatever, ja, 0, dit lijkt goed te werken, ja. Dus wat hebben we, faculteit wordt ingesteld op 1, we vertrekken vanaf 2 met een teller, gaan die teller telkens ophogen, en zolang dat die teller niet aan het getal is, gaan we faculteit maal dat getalje doen, dus achtereenvolgens maal 2, hier wordt 3, nog altijd kleiner dan getal, maal 3, hier wordt 4, nog altijd kleiner dan getal, maal 4, enzovoort, en dat product loopt dus op. Dit is hem. Ik ga nog eventjes terugkeren louter voor deze video naar het vorige, naar de vorige versie van het programma. Je zult zien dat dat eigenlijk meer code is. Goed, je kunt dit doen. Dat is minder leesbaar, veel minder leesbaar. En als je naar deze versie gaat, dan heb je
dat het wat meer code is, beter leesbaar, maar dit is een vraagteken. Dus programmeurs zouden kunnen, als ze dat lezen, zich afvragen wat is hier aan de hand? Waarom wordt het dan met faculteit vergeleken? Dus al bij al gaat mijn voorkeur uit naar zeg maar deze versie. Clean en simpel. Over en uit.